Hoi allemaal en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Natasja en dit is het kanaal NW. En in de video van vandaag ga ik jullie laten zien hoe ik mijn kwasten was. En dit doe ik eigenlijk veel te weinig. Ik denk dat iedereen die make-up gebruikt mij hier wel in begrijpt. Want kwasten wassen is zo'n dingetje waar je echt de tijd voor moet nemen. Wat niet binnen 5 minuten gedaan is en wat ik eigenlijk altijd uitstel. Dit zijn alle kwasten die ik heb en zoals je waarschijnlijk wel begrijpt gebruik ik ze natuurlijk niet allemaal elke dag. Hier zitten heel veel oogschaduwkwastjes tussen en dit zijn meer gezichtskwasten. En die gebruik ik dan ook een stuk meer dan deze, omdat ik niet elke dag oogschaduw gebruik. Maar goed, ik heb ze dus allemaal gewassen en ik ga natuurlijk niet laten zien bij allemaal hoe ik dat gedaan heb, want dan duurt deze video 2,5 uur. Maar ik heb bij een aantal kwasten gefilmd hoe ik deze heb schoongemaakt. En zoals je al aan de titel kon zien, heb ik dus twee manieren om je kwasten schoon te maken. In deze video vertel ik dan ook hoe die twee manieren werken en welke ik het fijnst vind. Ik gebruik een Kruidvat Professional Make-up Kwastenreiniger en een Kruidvat Baby Shampoo. Dus laten we gaan voor 50 duimpjes omhoog. Ain't gonna happen, maar laten we gewoon met z'n allen zorgen dat deze video 50 duimpjes omhoog krijgt. Abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet had gedaan. En laten we snel verder gaan met de video. Nou, zoals ik al zei, ga ik dus twee manieren laten zien. De eerste manier is met baby shampoo. En de andere manier is met make-up kwastenreiniger van de Kruidvat. En bij make-up kwastenreiniger heb je dus papier nodig. Dit doe je met een tissue of gewoon met toiletpapier. Je brengt een kleine hoeveelheid aan, of een grote hoeveelheid in mijn geval, op een tissue of een papiertje. En je gaat gewoon met je kwast eigenlijk ronddraaiende bewegingen maken over de reinigingslotion. Zoals je ziet komt er aardig wat viezigheid vanaf. Het was dan ook alweer even geleden dat ik deze kwast had schoongemaakt. Het nadeel van deze manier vind ik dat het papier eigenlijk best wel snel stuk gaat. Ja, dit leek een heel goed idee, maar zoals je ziet werkt het niet om een wenkbrauwborsteltje schoon te maken met deze manier. Verder met de baby shampoo manier. Ik zet de kraan open, doe baby shampoo op mijn hand. Vervolgens pak ik er make-up kwast bij. Het leek me leuk om foundation kwast te doen, omdat er altijd onwijs veel uitkomt. En daarmee ga je dus ook gewoon ronddraaiende bewegingen maken. Je hebt ook speciale matjes waarop je je kwasten kunt schoonmaken, maar ik gebruik gewoon mijn hand. Nou, zoals je ziet komt er aardig veel foundation uit de kwast. Dan maak ik mijn kwast nat en ga ik nog een aantal keer over mijn hand. Dan spoel ik mijn kwast uit en dan knijp ik hem uit, zeg maar, dat al het water eruit is. En om zeker te weten dat de kwast echt schoon is, ga ik nog een heel klein beetje baby shampoo aanbrengen. En daarmee ga ik nog een keer met de foundation kwast over mijn hand. Om zeker te weten dat alle foundation restjes er ook uit zijn. Zoals je ziet kwam er toch nog wat foundation uit. Dit werkt dus wel bij een wenkbrauwborsteltje. Dus dit is sowieso de manier om je wenkbrauwborsteltje te reinigen. Hier nog een blushkwast. Ook daar komt natuurlijk altijd veel kleur uit. En zoals je ziet wordt het schuim lekker roze. En vervolgens, als ze allemaal schoon zijn, leg ik ze dus te drogen. Normaal gesproken moet je dit dus hangen doen. Maar daar had ik even geen tijd en ding voor. Dus ik heb ze gedrogen gelegd. De Professional Make-up Kwastenreiniger heb ik dus gebruikt van Kruidvatmerk en een Kruidvat baby shampoo. En over een paar seconden vertel ik jou welke ik fijner vind. Deze verre manier, dus met de kwastreiniger, vind ik wel fijn. Omdat je kwasten super lekker gaan ruiken. En het product is gewoon fijn. Het enige nadeel is dus dat je tissue of je papiertje heel erg snel kapot gaat.
Dus dat je echt onwijs veel papier eigenlijk verbruikt. Dat is een beetje jammer, maar je kwasten gaan super lekker ruiken. Het is super makkelijk. Je hebt geen kraan nodig, geen wasbak, helemaal niets. Je doet het op een tissue, haalt je kwasten overheen en je kwast droogt op en het is eigenlijk klaar. Maar mijn favoriet gaat toch uit naar de baby shampoo. Voor mijn gevoel wordt de kwast wat schoner als ik baby shampoo gebruik in vergelijking tot de make-up kwastenreiniger. En dus hier heb ik het idee dat hij hem iets beter reinigt. Ook vind ik dit zelf gewoon eens makkelijker werken. Het is gewoon kraan open, zeep op je hand, een beetje wisselen, dingen en onder de kraan afspoelen en het is klaar. Het enige nadeel is dan weer dat het een tijdje moet drogen, dat je het eigenlijk op moet hangen om te laten drogen. Wat ik dus niet had gedaan, maar wat dus eigenlijk wel moet, maar waar ik eventjes geen ruimte en zo voor had. Maar er gaat iets meer tijd in zitten om het op deze manier te doen. Laat in de reacties even weten hoe jij je kwasten schoonmaakt en wat jouw favoriete manier is om dat te doen. Dan hoop ik dat je iets aan deze video hebt gehad. Als je nog geen duimpje omhoog had gedaan, doe dat dan vooral. En als je nog niet geabonneerd was, doe dat dan ook vooral. En dan zie ik jullie heel graag weer in de volgende video. Bedankt voor het kijken.